Hij trad al op jonge leeftijd op in het café van zijn ouders. Hij heeft heel lang een bandje gehad, zat in de bloemen. Dat heeft hij van wel gezegd. En sindsdien is hij professioneel zanger. Hij heeft een nieuwe single alweer uit van zijn tweede album, zijn officiële album. En dat ga je zo zien bij Toffe Gasten. Welkom bij Toffe Gasten. In de studio Jan Lelieveld. Jan, leuk dat je er bent. Leuk, ja, gezellig. Ja, goed man. Nou, een tijdje geleden dat ik jou gesproken heb, een halfjaartje geleden ongeveer. Zo lang geleden. Ja, maar in de tussentijd een hoop gebeurd, hè, sinds de presentatie van je universiteit. Er zijn er weer een hoop nieuwe hitsingles vanaf gekomen. Ja, leuke singles zijn er vanaf gekomen. Dus ons eigen café. Nou, niet zo bescheiden, want het zijn best... Nee, echt, bescheiden. Ik ga vertellen natuurlijk. Okay. Ons eigen café. Ze heeft het goed gedaan. Mm-hmm. Ja, en nu dan mijn nieuwe single, Zij hoort bij mij. Ja, en... Ja. Hele leuke reacties. Wat zijn de leuke reacties? Want je glimt als je dat zegt. Ja, goed. Sowieso met optredens. Want dat is belangrijk, hè? Om liedjes uit te brengen. Die je vervolgens ook weer goed kan gebruiken tijdens een optreden. Het is een uptempo. Ligt lekker in het gehoor. En in die zin hele goede reacties. Maar ook voor radio's, als je dat bedoelt. Ja, toch? Hè? Of ja. Van ja, natuurlijk. Ja. Ik vind dat zo leuk. Je bent nog altijd zo van, nou, dat mensen dat leuk vinden. Dat zit altijd in jou. Ik ben een bevoorrecht mens. Ja. Ik bedoel, ik mag zingen. Ja. En ze nodigen me ook nog uit. En dat is toch geweldig. Over uitnodigen gesproken. Je was op de Sterren.nl fandag. Hoe was dat? De Efteling, hè? Ja. Ja, ook weer gezellig. Ja, ik zeg altijd, je moet ook zelf de slingers ophangen. Leuke artiesten, leuke collega's. En we hebben een... heel leuke dag gehad, ondanks we niet de schommel ingegaan zijn of zo. Dus ik heb me echt... Heb je niks uitgeprobeerd? Nee. Oh. Maar een paar liedjes gezongen en was heel leuk. Ja. Heel veel mensen trouwens, ja, mooi weer en succes. Hey, je zat heel lang in een bandje De Pandora's. Ja. Wat was dat voor een band, Jan? Toen had je nog een fatsoenlijke baan in de bloemen, hè, volgens mij. Ja, het is zo dat ik heb 18 jaar in De Pandora's gespeeld. En de eerste jaren moet je wat opbouwen. Dus toen werkte ik fulltime nog wel in de bloemenveiling. Later kregen we steeds meer optredens. 2-3 per week, soms 100, 130 optredens per jaar. En die optredens, kijk, nu zingen we met een tape-orkestband. Maar dat waren optredens van 8 tot 1. Zelfs spullen neerzetten, weer afbreken. Dus dat was heel hard werken. Dus toen ben ik 20 uur gewerkt, 20, 25 uur. Dus ik ben een jaar of 10 zeg maar semi-beroeps geweest, als je het zo mag noemen. En wat was het voor band? Ja, eigenlijk een regioband. We hadden nooit een plaatje gemaakt. Maar we stonden in de dorpshuizen en de voetbalverenigingen. En ja, je kent het wel, parochiehuizen, kermissen. En dat is wat we deden. Hoe deed je dat praktisch? Want als ik één ding altijd... Dat is een angstdroom van mij. Alhoewel, ik heb wel een ochtendshow gepresenteerd. Maar de ochtenden van de veilingen bij de bloemen... beginnen toch om 1, 2, 3, 4, 5 uur? Of ben ik niet helemaal geïnformeerd? Nee, niet helemaal. Je zit wel heel vroeg. Ja. Ik begon 's ochtends rond 5:30, 6. Maar hoe deed je dat dan als je een uurtje slapen of 2 uurtjes. Maar ik was ook weer 1 uur, 2 uur thuis. Dus was dan 's middags een paar uurtjes slapen. Bijslapen. Soms dan weer repeteren. En dan gingen we de 's avonds weer op uit. Ja. Nee, dat waren korte nachtjes. Oeh. Maar toen konden we nog meer hebben ook, hoor, Fred. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet wel wat je bedoelt. Ja, goed. Hey, in 2006 het album Kroeghits verkocht aan je vrienden en familie, hè? Ja, voor het Kiekenfonds. En ja. We hebben een avond georganiseerd. En toen zijn er 700 mensen geweest. Nou, dat was ook vol. En 20 waren dat euro's. Ja, natuurlijk. Euro's per cd. En toen hebben we 20.000 euro op kunnen halen voor het Kika-fonds. Wat een geld. Het was eigenlijk mijn eerste album. Ja. Zet je nog steeds in voor het Kika-fonds? Of? Nee, eigenlijk niet. Het was gewoon een eenmalig project. Ja, het was toen eenmalig. En ik heb daarna nog wel een optreden gedaan. En nog een keer een interview met mensen voor de Kika. Maar verder eigenlijk niet. Nee. Maar het blijft natuurlijk een heel goed fonds. Ja, absoluut. Ja. Hey, we gaan even kijken naar je grootste hit tot nu toe. Marianne, het is gewoon een nostalgisch plaatje, maar dan heel gezellig. Mag ik het zo omschrijven? Hier prima. Ja, toch? Hier is Marianne over het lekker... Ik had vanochtend in mijn hoofd. Toen was je toch een lekker wijf of zoiets. Hier is Jan Lelieveld. Marianne, zo'n meisje dat alleen staat op een feest. Marianne,
Ja, Marianne. Ja, eigenlijk is er heel veel behoefte aan dit soort liedjes, hè, ja. Jan, denk ik. Gewoon... Ja, het is een leuke tekst. Het is, ja. Het is ook weer uptempo. En ja, heerlijk nummer. Ja. Ja. Maar je bent hier eigenlijk om te praten over je nieuwe single, want je hebt een nieuwe single uit. Ja, zij hoort bij mij. Hoeveel single is dat van je laatste album? Ja, wel al een paar uitgebracht. Ja, ja, de vierde, ik durf het bijna niet te zeggen, want er staat er nog één op. Die zou ik nog een keer uit willen brengen. Die ga je nog een keer uit. Oké. Ja, je lijkt Michael Jackson wel. Ja, ja, dus, ja, nee, het is een heel mooi album. Hmm. Ja, nou, ja, maar dat hebben, dat roepen alle artiesten natuurlijk. Maar goed, ja, er staat er nog wel één op die ik... En welke is dat, Jan? Vertel zonder jou. Zonder jou. Die ga je alsnog ook een keer uitbrengen. Het zou passen in, zeg maar, de strategie, hè, van uptempootjes en... En ik wil ook dat dat meer... het past ook wel bij me. Ik heb toch wel imago heb ik gehad van Jan Lelieveld. Ballads, hè, met gewoon muziek. Omdat en vriendschap. Omdat je eerst CD, gewoon muziek, dat liedje van jou. Dat was een, zeg maar, je eerste nummer. En daar pak je uit, bombastisch en blablabla. Precies. Maar Marianne is nou juist je grote hit geworden. Ja, maar je moet je voorstellen, Fred. Dus nou, dan is er een feest in een feesttent. En 2 jaar geleden, ja, Jan Lelieveld, ja. Gewoon muziek. En wat doet hij verder nog? Ja, ja. Maar nu, oh, Jan Lelieveld, ons eigen café. Zij hoort bij mij. Marianne, vriendschap is redelijk bekend. Zeker bij ons dan. Dat is een leuke meezingen. En we krijgen altijd maar 35 minuten met optredens. En wat doe ik dan? Bijvoorbeeld vriendschap duurt 3:20. Heb ik een coupletje, refreintje eruit geknipt. Duurt die 2:40. Ga ik straks ook doen bij ons eigen café. Want je moet echt die swing erin houden. En ik wil eigen liedjes doen. Maar het moet wel lekker in het gehoor liggen. Dus je knipt in je eigen materiaal? Ja, dan knip ik. Om gewoon dat half uurtje of die 35 minuten moet je knallen. En 1 ballad is genoeg, denk ik dan, in een half uur tijd. En doe je 2 series, dan doe je er nog een paar ballads bij. Het zijn geen dinnershows. Ik bedoel, als je in de feesttent staat op... Nee, grappig. Ja. Hey, je hebt ook een eigen platenlabel opgericht. Dat is in deze tijd vrij bijzonder, want de meeste platenlabels die storten in. Ja, ja. Vertel, wat was de achterliggende gedachte, Jan? Wat dacht je bij? Wat had je in je hoofd? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Weet je, ik weet nog niet eens of we dat goed aan doen. Ik had zoiets, ik ben begonnen in de muziek en ik denk, we gaan het gewoon allemaal zelf doen. We gaan zelf boeken. Ik zit nu sinds kort bij een boekingskantoor. Ja, en ik denk, nou, eens informeren, hoe gaat dat? Vroeger noemden ze dat label of plaatmaatschappij zelfs. En ik denk, nou, eens informeren hoe dat gaat. Vond ik allemaal niet zo moeilijk. Dus dan doen we onze eigen platenlabel. Maar of ik er goed aan doe, ik weet het echt niet. Misschien veranderen we nog wel, veranderen we weer een keer. En hetzelfde met boekingskantoor. We deden onze eigen boekingen. En nu zit ik bij een boekingskantoor. En dat bevalt me ook weer heel goed. We zijn ook nog wel een beetje zoekende. En we hebben ook wel dingen gedaan. Ook wel, ja, ook wel in onze naïviteit ook wel. Toen ik met het eerste liedje uitkwam, Gewoon Muziek. Toen dacht ik, dat is toch prachtig. Ik kom nu weer met een ballad uit. En ik werd heel veel gedraaid. Ik dacht dat het heel normaal was. En later bleek van ja, maar er komt veel meer voor kijken. Het is niet vanzelfsprekend dat je dat zo'n nummer het zo goed doet. En dat je veel gedraaid wordt. Maar dat moet je allemaal ontdekken. Dus ik kan ook heel veel stomme dingen vertellen wat dat betreft. Maar dat is een mooie reis eigenlijk, zo zie ik dat. Om dat allemaal te ontdekken. En dat vormt je ook weer. Ja. Dan begin je te glimmen. Als je dit vertelt, begin je echt te glimmen. Het is zoals ik dat zie. En het is wel mooi om zelfstandig dingen te doen. Want daar leer je gewoon heel veel van. Kijk, als je het allemaal voorgeschoteld krijgt, dan ga je daar ook wel in mee. En ik denk dat dat vooral voor jongere artiesten heel goed is. Ik wou net zeggen, het ligt ook in je leeftijd natuurlijk. Ja. Dat jij alles in eigen hand liever wil. Ja. Ik ben benieuwd met je platenmaatschappij. Hoe heet je platenmaatschappij? Het is Lelieveld Entertainment. Ja. Oké. En wil je een plaatje opnemen, Fred? Nee. Maar ik moest me inschrijven op de Kaap of Koophal. Okay. Toen heb ik mezelf Sibelink Entertainment genoemd. Dus we kunnen het duo kunnen vormen. Ja, oké. Okay. Ja. We gaan kijken naar je nieuwe clip. Jan Lelieveld, ze hoort erbij. Het was een drukke dag en ik ben bijna thuis. En helemaal kapot. Wil alleen nog maar wat hangen voor de buis. En daar staat ze, wacht ze naar mij. En mijn dag kan niet meer stuk, want als ze naar me wacht. En als ik naar je kijk, dan word ik weer vrolijk de koning te rijden. Het is zo'n vrouw waarvan iedere man alleen
zoals het met me kust, zoals het met me vrij. Dan wil ik nog meer en er echt nooit meer bij. Wil van haar houden zo lang als ik kan, want zij hoort bij mij. Ik net zo lekker en de wekker gaat alweer. Het wordt buiten langzaam licht. Geef er een klap op en hij gaat de tweede keer. Ik kijk naar Hagens hier. En ze wacht al, wacht al, de koffie staat klaar. En ik sta blij weer op. Want als ze naar me wacht en als ik naar haar kijk, dan word ik weer vrolijk de koning te rijden. Het is of wel allemaal. Jan Lelieveld met Zo hoort bij mij. Jan, mag ik ook op je platenmaatschappij? Ga je nog andere mensen bij je platenmaatschappijtje betrekken? Of heb je het is alleen voor jezelf? Nee, maar ze melden zich ook niet op bij Jan Lelieveld. Dus en dat hoeft ook helemaal en niet. Want zo heb ik zelf... Ik heb ook overwogen toen om een boekingskantoortje te beginnen. Maar dat valt nog tegen. En toen dacht ik van ja, als ik nou... Ik moet echt pushen. Dat wil ik helemaal niet. Weet je, vroeger zeiden we wel eens... Of, je hebt de poolmarkt en de push. Ja. Maar als ik nou alleen maar moet gaan pushen... Mensen, het is ook leuk als ze eens naar je toe komen. Dus, en dat geldt ook voor een platenlabel. Wij hebben dan een platenlabel. Ja, het stelt ook niet zoveel voor. Het is gewoon, je moet de procedure door. Nou, het is allemaal geregeld en zo doen we het. Oké. Okay. Ja. Hey, het onderdeeltje moeilijke vragen. Oké. zal ik ze voor je trekken? Lijkt me wel handig, hè? Ja, lijkt wel zo. Van wie was je laatste sms en wat stond erin? Jeetje, dat was een zakelijke niks aan. Moet ik nu iets gaan verzinnen? Want je wil iets leuks. Nee, ja, je mag ook zeggen, was een zakelijke niks aan. Mag ook. Ja, zakelijke niks aan. Niks echt aan. Niks okay. aan. Nee. Ging het over de koers of de nee, beurs? Nee, daar doe ik niks in. Ik doe wel wat in verhuur van panden. En daar ging het over. Ja, het is dat saai. Ja, zo. Dat is saai. Maar goed, dan doe je, dat is gewoon de combinatie van dat soort besprekingen. Ja. En dan weer lekker muziek gaan maken. Gelijk. Ja. Een goede vraag, heb je een tattoo of een piercing? En zo ja, waar? Eerlijk antwoord geven. Nee, eerlijk, ja. Nee, die heb ik niet. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Mensen die dat hebben. En vooral als het ook nog een betekenis heeft. En ik hou dan wel van subtiel. Vind ik mooi. Maar ik heb ze niet. Niet zo'n heel borduursel op je hoofd. Nee, nou ja, goed. Kijk, een Ben Sanders. Dat is natuurlijk ook prachtig. Dat is een heel mooi merk. Dat is natuurlijk ook weer geweldig. Dus maar het moet bij je passen. Ik denk niet dat het bij me past. Oké. Heb je nog een ritueel dat je altijd doet voor je moet optreden? Ja, dat is nog... Ik heb het gezien, maar jij moet ja, het zelf vertellen. Nee, ik maak voor mezelf een kruisje. Ja. Ik ben katholiek opgevoed. En ik ben ook nog dirigent geweest van een kerkkoor, de jaren 4-5 geleden. En de katholieke kerk, de pastoor, dat was een vriend van mij. Dat was een jonge vent of vriend. Maar wij woonden in het dorp en die ging ook graag hardlopen, maar die wilde niet het dorp in. En dan gingen we naar het Amsterdamse bos en dan even een paar kilometer lopen en dan... De week evalueren. Maar dat is allemaal wel over. Maar dat is wel mijn ritueel. Maar we zijn niet fanatiek of zo. Maar dat is wat ik doe. Even kruisje slaan. Nou, ja, voor nooit... mezelf. En dan vooral dat het niet opvalt, zeg maar. Oh. Dus, dat wil je zo. Ja, zo. Oké. Okay. Ja.
Ik heb er nog één. Heb je wel eens een one night stand gehad? Ja, daar gaat hij dan, hè? Jeetje. Ja, ik bedenk hem niet hier. Hij staat gewoon op de... Elk mens heeft toch wel eens een keer. Ja, je vrouw is erbij natuurlijk. Ja, ja. Ja, weet je, ik moet er wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Ja, ja, ik heb wel meerdere van die nachten en avonden gehad. Ja, wat zal ik erover vertellen? Weet ik veel. Moet jij weten. Mooi. Nou, trouwens, op Wintersport vorig jaar gezongen, Westerdorf. En toen zijn we ook een nachtje wezen stappen. Ook met collega's. En daar ga ik de namen natuurlijk niet van noemen. Maar goh, wat hebben we een nacht gehad. En toen kwam ik thuis. Nee, dat was om 5:30. Maar ik kon het hotel niet meer binnen. Dus ik bel mijn vrouw op, mevrouw Als. Ik zeg, wel een leuke avond gehad, maar ik kan het hotel niet meer binnen. En toen kwam ik op het idee. Nee, het was anders. Eerst kon ik er niet in. Toen ben ik teruggelopen, taxi aangehouden. Ja, ik kan mijn hotel niet binnen. Kun jij even bellen naar Als? Want ik had geen telefoon bij me. Zo was het. En toen kwam ik aan de deur. En toen hebben we nogal even een kwartier aan de rand van het bed gezeten. Om de avond ook weer te evalueren. En dat was wel een bijzondere avond. Okay. Ja. Nou, je hoeft niet in de thuis te trainen. Maar leuk dat je eerlijk antwoord geeft. Ik hoor de details later wel. Ja, okay. Jan, we gaan afwachten wat de nieuwe single gaat doen. Nog een nieuw album in de planning al? Of even kijken nog even wat deze singles gaan doen? Ik ben weer bezig met... wij zijn weer bezig met nieuwe liedjes. En als we dan weer een leuke liedjes hebben en we hebben een leuke verzameling, dan komt het album vanzelf. En dan mogelijk weer een nieuw album en een concert. En dat wordt dan 2013. Ja, moet je nagaan. Ja. In ieder geval vond ik leuk dat je hier was in 2012. Jan Lelieveld zag je bij mij in de studio. Bedankt dat je hier was, Jan. Heel graag gedaan. En dit was Toffe Gasten. Dankjewel.